Hoi, welkom. Fijn dat je ook op deze zonnige zondag aan het kijken bent. Ik ga vandaag iets vertellen over de edelsteen lepidoliet. Voor degenen die mij nog niet kennen, als je vandaag voor het eerst intuned of als je deze video van iemand door hebt gekregen. Mijn naam is Karen Kogan en ik ben onder andere energetisch en holistisch therapeut. Ik heb besloten tijdens de periode van van het coronavirus om deze vlogs te maken. Om mensen zo te helpen en anderen meer kennis eigenlijk op te doen over de werking van edelstenen en kristallen. En hoe je dat kan inzetten voor je weerbaarheid, geestelijk en lichamelijk. En ik organiseer 2 keer in de week een online groepsmeditatie. En de thematiek heeft altijd te maken de thematiek van de meditatie heeft altijd te maken met de edelsteen die ik dan die dag waar ik over vertel. En vandaag, grappig genoeg, was ik nog niet helemaal zeker van wat ga ik nou vertellen of wat ga ik doen. En toen kwamen deze vriendjes langs. Het is deze week nieuwe maan en het is nieuwe maan in stier. Ik ben stier, of mijn sterrenbeeld is stier. En een van de kenmerken van stier is heel erg aardend. Het is echt een aardeteken. En overvloed. Wat voor mij eigenlijk 2 dingen die heel erg bij elkaar passen, hè? Want de aarde heeft alles in overvloed. Alleen weten wij daar niet altijd goed mee om te gaan of goed op in te tunen. En lepidoliet, dat is deze steen. Hij is paars met wit, hij glinstert heel erg. En ik heb hem. Dus ik opende vanmorgen mijn mail en toen zag ik een stukje van een nieuwsbrief waar ik geabonneerd op ben. En daar stond deze steen als een van de stenen die verbonden is met het teken van de stier. En de astrologische teken van de stier. En toen dacht ik, ik ga eens even daar wat over lezen. En ik moest ontzettend hard lachen, want gisteravond sprak ik met mijn echtgenoot Martijn over dualisme. En hoe dat in mijn leven zich ontvouwt. En nu in deze coronatijd nog, misschien wel niet nog meer dan ooit, maar toch wel heel duidelijk aanwezig is. En het komt eigenlijk omdat normaal ben ik enorm druk. Ik heb 2 bedrijven. En het ene bedrijf is echt een management agentschap voor cameramannen. En dat is heel druk werk. De telefoon gaat continu. Ik moet e-mails beantwoorden. Ik moet onderhandelingen doen. En dat maakt heel erg veel aanspraak op mijn mannelijke kant. Op de kant van doorzetten. Op de kant van zakelijkheid. Op mijn denken. En daar ben ik allemaal heel goed in. Vind ik ook echt heel leuk om te doen. En zo door de coronaperiode viel het werk stil. Heel veel tijd over. En daar komt eigenlijk mijn volste bloei van mijn vrouwelijke kant naar boven. De connectie met mijn eigen spiritualiteit. Tijd voor stilte. Heel veel tijd om te mediteren en helemaal in mezelf te aarden eigenlijk. En gisteren voelde ik ergens een angst. Oh, wat nou als straks corona dan voorbij is? Of dat mensen er heel goed op bedacht hebben hoe we verder kunnen. En ik moet weer aan het werk. En dan gaat alles weer naar het oude. Nou, dat is mooi. Want voor mij betekent het eigenlijk, ik moet. Of ik moet dus misschien niet het goede woord, maar ik zou graag nog meer balans willen in wat ik doe. Ik zou nog meer innerlijke balans willen ervaren in wat ik doe. En niet mezelf, grappig genoeg, maak ik dan ook altijd in taal
andere keuzes. Dus ik ga op een trein hoppen die weer heel snel gaat. En daar heb ik nergens tijd voor. En misschien herken je dat wel. Dat het dualisme in ons heel erg vastgeroest zit. En het mooie is, de eerste stap is de stap van herkenning. Dus als je je herkent daarin, is dit een uitnodiging om te onderzoeken van wat mag er in jou in balans worden gebracht. Wat is jouw wens? Hoe zou jij met jezelf om willen gaan? Voor mij is mijn wens voor mezelf is echt dat ik leer dat beide kanten in mijn leven, dat ik niet twee verschillende vrouwen ben. Ik ben Karen, een agent voor camera. Mannen vind ik superleuk om te doen. Ik ben een hele goede zakenvrouw. Vind ik ook heel leuk om te doen. Maar ik ben ook energetisch therapeut. Ik ben ook mega spiritueel. Ja, ik geloof in engelen. En ik werk met kristallen. Ik doe heel graag meditaties. En dat deel is, dat ben ik ook. En het mooie aan Lepidolite is dat het helpt eigenlijk om je nog bewuster te worden, je bewustzijn te vergroten van de kosmos en van alles wat daarin zich afspeelt. Dus eigenlijk voor mij, toen ik het aan het lezen was, was het nog dichterbij van de hemel en de aarde bij elkaar brengen. Dus van de kwaliteiten van het mannelijke en het vrouwelijke, dat lees ik erin. Dat voel ik als ik de steen vasthoud en me daarop op intune. Dat het me nog beter helpt om mijn spirituele talenten, om dat wat ik ervaar in het spirituele, in de spirituele wereld, om dat nog meer te aarden in wie ik ben. En dat het niet duaal is, dat het niet of dit of dat, dat het niet of ik schilder en ik verdien geen geld, of ik ben gewoon een zakenvrouw die op het trein zit. En dat is mooi, want als je naar de daadwerkelijke werking van de Lepidolite kijkt, en die mag je zometeen gewoon op mijn blog lezen, ik zet de werking daarvan gewoon opgeschreven. Het helpt je de gevoelens van vastzitten ergens in, of stemmingswisselingen. Ja, daar helpt het heel erg goed bij. Ik zie dat ik op bijna 8 minuten zit, dus hang with me for just another moment. Vanavond, de meditatie, heb ik gevoeld dat ik hierbij de energie van Merlijn mag uitnodigen. En Merlijn, nou ja, net zoals wat ik eerder vertelde over de opgestegen meesters of de engelen. Merlijn is gewoon een energie. Hij staat symbool voor een bepaalde toverkracht, voor magie, voor heling. En ja, vanavond nodig ik je uit om in deze kracht van heling de balans in jezelf terug te vinden. Dus doe vooral mee. Je kan je inschrijven via mijn website. Of je kan een e-mail sturen naar info@hartgedragenleven.com. Superleuk als je zin hebt. En als je gewoon wil lezen over wat Lepidolite voor fysieke en spirituele werking hebt, kan je dat in de tekst in de blog terugvinden. Super tof dat je even 9 minuten van je tijd hebt vrijgemaakt om naar mij te luisteren. Als je denkt van, oh, nou, er zit een kern van waarheid in, of ik heb wel hulp nodig bij de exploratie van bij het onderzoek van hoe werkt dit voor mij en hoe breng ik deze balans in mijn leven, ben je welkom om contact op te nemen. Tot de volgende keer en een super fijne dag.